De laatste keer dat de Harley-dag in Breda gehouden werd, kwamen er meer dan 100.000 bezoekers. Toch trok de organisatie de stekker uit het evenement. De Harley-dag was bedoeld als gezinsdag en daar wilden ze niet honderden agenten en ME'ers bij hebben. Toen ontstond spontaan de No Harley-dag. De No Harley-dag was eigenlijk ontstaan als een protestrit. Dus we hadden eigenlijk een rondje rijden met de jongens en eindigen in de stad of door de stad. Nou, dat is eigenlijk te groot geworden ook weer. Enthousiasme van de jongens. Dus dit jaar hebben we zoiets van, nou, we willen toch in de stad weer iets organiseren. Daar zitten haken en ogen aan. Maar we zijn zover dat we durven te zeggen dat we dat weer voor elkaar gaan krijgen. De stichting Harley Dag Breda is al weken in gesprek met de gemeente om vooral de zorgen om veiligheid weg te nemen. Zo wordt het evenement minder groot dan voorgaande jaren. We hebben een gebied waar we een pakweg kleine 2000 motors weg kunnen zetten. Er komen kraampjes, dat zal 70 à 80 kraampjes zijn met allerlei bijbehorende artikelen. We krijgen diverse podia's, dus dat wordt het evenement een beetje. Op de nieuwe Harley-dag mogen leden van motorclubs als No Surrender, Hells Angels en Satudara geen hesjes met embleem dragen. Het wordt een no-collar festival, dus iedereen is welkom, maar ja, zonder dat hesje. Ja. Het moet een leuke gezinsdag worden. De Harley-dag zal net als vroeger worden gehouden op de derde zondag in augustus.